Het allerbelangrijkste is dat je gewoon leeft als een normaal mens. En de meeste mensen denken dat ze moeten gaan leven als een konijn op het moment dat ze willen afvallen. Absoluut niet. Bij een snackbar denk je niet meteen aan afvallen. Maar bij Wassenaar Snacks op Scheveningen ligt dat anders. Albert Verheij, de eigenaar van de snackbar, begon met sporten en het letten op voeding en inspireerde zijn collega's. Inmiddels zijn ze samen nu al bijna 100 kilo kwijt. Nou ja, ik was op een gegeven moment aardig gewicht richting de 100. En ja, ik dacht bij mezelf, ik word bijna 60. Dus hoeveel tijd dat er een paar kilo's afgaan. Dus ik heb een goede vriend van mij benaderd. Die is coach en personal trainer. En die heeft voor mij een trainingsschema gemaakt en een voedingsplan. En daar ben ik mee aan de gang gegaan. En het is aardig goed uitgepakt. Dus ik ben zo 20 kilo's afgevallen. En voor wie denkt dat 20 kilo afvallen al veel is, er is altijd baas boven baas. Ja, we hebben zeker baas boven baas. We hebben er eentje die is ruim 50 kilo afgevallen. En dat is Peter. Ja, ja, ja. 52 kilo zelfs. Dus ja, dat heb je altijd baas boven baas natuurlijk. Maar dat is wel echt heel erg knap en daar ben ik ook onwijs trots op. Echt heel goed gedaan. Ja, ik was 156 kilo en nu ben ik 104,7 vanmorgen op het weegschaaltje. Wat is er veranderd in jouw leven? Ik ben 40 geworden afgelopen juni. En het was op het laatste, was toch een beetje, ja, hoe zeg je dat? Ja, de koek was toch wel een beetje op. En gewoon tijd voor wat nieuws, verandering. Dus op een gegeven moment moet het knopje even om en dan ben ik er volop voor gegaan. Hoe zit je nu in je vel? Lekker. Anders. Ja, en ik vind het ook leuk om te zien hoe wat gespierder uitziet. En niet dat het per se nodig is. En het was in het begin zeker ook niet het doel. Maar het is wel mooi om de mensen te kunnen laten zien dat je niet alleen maar die dikke gozer bent. En dat je nu kan laten zien van ik kan het wel. Of iedereen kan het. En ik vind het mooi dat andere mensen ook zijn gaan sporten daardoor, ja. Rico van Huizen begeleidt de mannen en is enorm trots op het resultaat. Iedereen komt bij mij binnen als een wit A4'tje en het verhaal gaan ze zelf schrijven met hun daden. En Albert was 59. En daarbij ook de oudste heer die ik ooit in de coaching heb aangenomen. En op een gegeven moment was Albert binnen 4 maanden 20 kilogram afgevallen. En Albert deed precies wat ik hem vroeg. Ook met trainen, wekelijks inchecken. En door de feedback heeft hij dat kunnen bewerkstelligen. Ik gebruik zijn verhaal dus nog steeds vandaag de dag ook bij presentaties naar nieuwe klanten. Dat ik zeg, joh, als deze meneer van 60 jaar het kan, waarom denk je dat je het niet kan? En dat was denk ik ook voor de andere heren een grote eye-opener. Martijn, die al bijna 25 jaar bij de snackbar werkt, is inmiddels ook 20 kilo lichter. Maar, zo zegt hij eerlijk, de verleiding ligt op de loer. Nou ja, het blijft natuurlijk altijd wel lastig, vind ik wel. Want ja, we hebben zoveel lekkere dingen. En er blijft wel eens iets over. En om dat dan echt weg te gooien, vind ik zonde. Dus, dan offer jij je op? Ik offer me er wel op, ja, weet je. Je moet toch wat over hebben voor je collega's, toch? Ja, zo is het. Dan sta je hier bamiballen te draaien. Ja. Krijg je dan zelf geen trek? Ja, dit is super lekker natuurlijk. Maar ja, dit is eigenlijk wel een beetje funest voor de lijn. Want het is zo lekker. En je kan eigenlijk bijna bij één bamiebal kan je het niet laten. Nou ja, goed, ik vind het nog steeds lekker hoor, snackjes, daar gaat het niet om. En patatjes vind ik ook nog steeds lekker, wat ik heel af en toe nog wel doe, een klein patatje. Maar ja, alles wat te veel is, dus, is niet goed natuurlijk. Dus daar moet je wel een beetje op letten. Ja, de verleiding is er niet meer, echt. Het knopje is gewoon omgegaan en ik kies er gewoon zelf voor om het allemaal te laten staan. Het is, op dit moment is het doel iets belangrijker dan dan een lekker snackie. En er zijn zat andere lekkere gezonde dingetjes die je kan snacken. En het is niet zo dat het bij ons in de snackbar het eten ongezond is. Maar je kan het zo gezond of ongezond maken zoals je zelf wil. Een lekker sausje, een broodje. Maar een kroketje op zichzelf bij ons is niet per se ongezond. Wat is de meest bijzondere reactie die je hebt gekregen van een klant?
of ik 3 maagverkleiningen had gehad. En toen zei ik dat ik het zelf had gedaan en toen geloofde ze het niet. Hele aardige vrouw hoor. Maar die kon het gewoon niet geloven? Nee, die kon het niet geloven, want tegenwoordig is het normaler dat je operatief laat veranderen dan dat je een beetje wilskracht toont. Ja, heel veel reacties van mensen die zeggen van joh, wat is er met jou gebeurd afgelopen paar maanden? Dus ja, dat is wel super kick om mee te maken, ja. Ja. Mocht jij hier nou eens een keer binnenlopen en je ziet een van de heren met een broodje kroket, is dat dan een probleem? Nee, dan zeg ik smakelijk eten. Het allerbelangrijkste is dat je gewoon leeft als een normaal mens. En de meeste mensen denken dat ze moeten gaan leven als een konijn op het moment dat ze willen afvallen. Absoluut niet.